Mijn Maand Quizmaand wordt mede mogelijk gemaakt door Up Beatles. De hele maand mei is Quizmaand op N1. Vraag 14. Dit is de ultieme Nijmegen kennisquiz. Nijmegen is al geruime tijd een ijshockeybolwerk in Nederland. In 1969 speelde het zijn eerste wedstrijd op de ijsbaan in Heijendaal. Tegenwoordig speelt Nijmegen Devils hier achter mij in het Triavium. De naam Nijmegen Devils is afkomstig uit het verhaal van Marieke van Nijmegen. Daar loopt een karakter rond, Moeder de Duivel. In 1984 werd het voor het eerst landskampioen. De vraag die hierbij hoort is als volgt. Hoe vaak vinden de Nijmeegse ijshockeyers tot nu toe een landstitel? Is het antwoord A 11 keer? Antwoord B 4 keer? Antwoord C 15 keer? Of is het antwoord D 9 keer? Dus is het goede antwoord antwoord A, antwoord B, antwoord C of antwoord D? Stuur je antwoord op naar oplossing@n1.nl. Morgen ben ik weer terug met een nieuwe opgave in de ultieme Nijmegen kennisquiz. Mijn maand Quizmaand werd je aangeboden door Up Beatles en Tonen Reizen.